Goed, en deze keer gaan we kijken naar de basis van hoe werkt nu eigenlijk een oog? En, nou, hoe werkt een eigenlijk een oog? Een hele hoop heb je bij biologie gehad, maar we pakken nu puur bij het stukje brandpunt. En hoe kan je nu met een brandpunt werken met een oog? Uh, ik heb als eerste voorbeeld in deze uitleg maar eens gepakt. Je kunt kijken naar iets dat dichtbij is, of je kunt naar iets kijken dat ver weg is. Uh, als iets... Dichtbij is, dan werkt je oog eigenlijk hetzelfde als een lens. En we gaan wel een klein beetje vals spelen. We gaan gewoon zeggen: van nou een oog ziet er heel ingewikkeld uit. Maar eigenlijk gebruiken we dit stuk van het oog. Um, dit is een uh, positief. Ding, en hier heb ik precies hetzelfde oog. Dus ik zet hier ook dat ik hier ook een positief ding heb. En dan heb ik dus gewoon twee lenzen. En ik ga gewoon zeggen dat precies de plaats waar het licht mijn lens raakt. daar zit ja, de lens. En alles wat erin zit, wat daar al andere ingewikkelde leuke dingen in zitten. ga ik volledig negeren. Goed, maar wat kan ik hier nu mee doen? Uh, ten eerste, ik heb natuurlijk deze getekend, maar om het netjes te maken, dan heb ik natuurlijk ook deze mooie horizontaal nodig, want ja, waar heb ik deze eigenlijk voor nodig? Om te zeggen van, dit is het midden van de lens, dus oeps, moet ik hem wel gaan tekenen op de zo goed mogelijke plaats natuurlijk. Ik moet, la ik moet iets hoger, iets hoger, iets hoger, iets hoger, daar misschien. Ja, nu gaat hij ook hier door het midden van de lens. Um, en dan kun je denken van ja, maar wat wil je daar eigenlijk mee? Nou, wat ik ermee wil, ik wil dat ik uiteindelijk iets zie. En de achterkant, waar ik hier teken, dat is waar uiteindelijk daadwerkelijk ja, het beeld ontstaat, waar het beeldpunt ontstaat. Nou, uh, we kunnen natuurlijk zoals altijd dezelfde regeltjes blijven toepassen. Dus een lichtstraal die door het midden van een lens gaat, die gaat nu. Hier naartoe. En een lichtstraal die op de lens zit, die gaat hier naartoe. Kijk. Um, maar we hadden geen brandpunt. Als ik het nu heb gedaan, heb ik ineens hier wel een brandpunt. Maar dat is bij deze. Nu heb ik mijn andere. Voorwerp. Of uh, nu heb ik mijn uh, licht van ver weg. En ik ga nu ook eens kijken wat gebeurt er En als ik dit nu teken, dan kom ik ergens. En dat moet ik even zo goed mogelijk tekenen. Dat het wel zo netjes mogelijk recht lijkt te zijn. Volgens mij is dit wel aardig. Nee, ik heb hem volgens mij te hoog zelfs nog. Ik moet iets, ho iets meer hoger. Ik moet wel door het midden. Volgens mij kom ik hier ongeveer uit. Dit is zo goed als ik het kan. Hè. Dit is uh, zo goed als ik probeer. Want het is een blijftige puzzel. En deze die gaat nu hier naartoe. En dan heb ik ook een brandpunt. En nu zit mijn brandpunt ongeveer hier. Het lijkt niet zo heel veel. Maar als je goed kijkt, dan zou te zien kunnen zijn: dat deze lijn hier op een andere plaats zit. dan de. Oh, dat is wel heel scheef. Dan de lijn die ongeveer hier zit. Dat betekent dus dat mijn brandpunt of mijn brandpuntsafstand die is hier op een andere plaats. Hoe kan nu mijn brandpunt op een andere plaats terecht gekomen zijn? Uh. Ik weet het antwoord al, maar dit is gewoon puur om jullie een beetje te fuck. Um, om te zeggen, wat gebeurt er? Een oog bestaat natuurlijk uit een soort bolle lens. Alleen die bolle lens die kan zichzelf veranderen. Als je kijkt naar iets dat dichtbij is, dan wordt dat samengeperst en dan krijg je een dikkere lens. En die dikkere lens zorgt ervoor dat het brandpunt iets dichterbij komt. Terwijl als je ver weg kijkt, dan is het uitgerekt, Zit je, ver van je af. En dan is hij wat platter, is hij minder sterk, is die brandpuntsafstand. Nou, ja, omdat hij verder is, is anders, maar zo kan letterlijk de sterkte van je oog veranderen. En kun je dus kijken naar dingen die of dichtbij zijn of ver weg. Goed, ik hoop dat dit wat verduidelijking is, want in die boeken dat is altijd een hele hoop gepuzzel. Uh, misschien hebben jullie hier meer aan. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video.